De voortzetting van de behandeling van het 8 december strafproces vandaag is door afwezigheid van verdachte Daisy Bouterse verschoven naar 30 november 2020. De krijgsraad en de auditeur militair hebben zich op het standpunt gesteld dat het hier om een verzetzaak gaat en Bouterse daarom persoonlijk moet verschijnen voor de verdere behandeling. Via zijn advocaat Irwin Kanhai heeft Bouterse middels een brief laten weten door privéredenen niet aanwezig te kunnen zijn. De redenen zijn niet openbaar gemaakt. Kanhai had eerder gesteld dat Bouterse niet aanwezig hoefde te zijn omdat hij excepties zou opwerpen. De krijgsraad is een andere mening toegedaan. Veel journalisten hadden geen toegang tot de zitting wegens maatregelen rond COVID-19.